Goedemiddag. Ik ben blij dat iedereen er is. Ik zal de inleiding kort houden, zodat er voldoende ruimte is om vragen te stellen en ik heel specifiek op zaken in kan gaan. De twee boodschappen. Eén, de eerste boodschap. Het gaat de goede kant op. We merken dat. We zien dat in koersen. We zien dat in de verlaging van brandstofprijzen. We zien dat in terugkerend vertrouwen in de gemeenschap. We zien bedrijven kortingen, acties beginnen te geven. De economische groei wordt dit jaar weer geprojecteerd, weer voorspeld van 3%. Dat is een mooi cijfer. Het zou best wat meer kunnen zijn. De noodzakelijke uitgaven, we zijn in staat om die te voeren. Dat zijn allemaal goede zaken die zich moeten vertalen naar een beter leven. En dat ook langzaam maar zeker tot stand komt. En u ziet dat vanuit de regering en met name vanuit de president en de vicepresident, dat er heel veel aandacht gegeven wordt aan het thema van maak het zichtbaar in het dagelijks leven van mensen. Zorg dat mensen die stabiliteit kunnen merken. Lagere prijzen, meer stabiele levensomstandigheden, geen schokken, geen schaarste aan producten, geen schaarste aan valuta. Dat inkomens aangevuld kunnen worden, dat zijn goede zaken. Als we kijken naar wat er gebeurd is met minimuminkomens bij de overheid, als je dat zou vergelijken tussen 2020 en vandaag, dan zijn die minimuminkomens, als je vandaag die koopkrachtversterking erbij optelt, dan is dat minimuminkomen bij de overheidssector was toen onder de 2000 SRD. En dat is vandaag rond de 9000, 4,5 keer meer. Zouden we graag willen dat dat beter wordt? Ja, we willen graag dat beter wordt voor iedereen. Maar het is wel goed om te noteren dat er toch tegen allerlei berichten die mensen soms kwaadwillig en soms uit ongeïnformeerdheid rondsturen, dat niet waar is. In de hoogste categorieën van de overheid zaten de inkomens zijn die ongeveer 3 keer hoger dan 2020. En dat is als je dus die 3.500 koopkrachtversterking, als je dat meerekent, dan is dat het geval. Dus aan de ene kant heel goed nieuws. En dat goed nieuws heeft vooral ook te maken met het feit dat we als Suriname met z'n allen, werkelijk met z'n allen, voor- en tegenstanders, de eenvoudigste schoonmaakster en bode bij de overheid tot en met de president, de personen in de ghetto's tot de mensen die in de rijke buurten op Noord wonen, dat we met z'n allen krachten hebben gebundeld en er weer uit zijn gekomen. En dat we daarbij gebruik hebben mogen maken van de goede dienstverlening van onder andere de media, die blijk heeft gegeven van ook kritisch te blijven, maar ook als dingen goed gaan, dat ook durven zeggen. Willen zeggen, durven zeggen. Dat is het eerste deel van het verhaal. Het tweede deel van het verhaal is, het is nog zeer kwetsbaar. Alle stabiliteit, alle vooruitgang is nog zeer, zeer kwetsbaar. We moeten er voorzichtig mee omgaan. Het is niet zo dat alle problemen opgelost zijn en wij alles kunnen doen. En ik wil u een paar van die uitdagingen noemen. Vroeger hadden we op de begroting van het ministerie van Financiën tussen de 2 miljard en de 500 miljoen SRD aan reserve, aan voorzieningen, aan onvoorzien. Wie zich kan herinneren nog de begroting van afgelopen januari, toen we de begroting van dit jaar goedkeurden, die weet dat we dat reservefonds eigenlijk hebben weggegeven in beleid.
En dat betekent dat er geen reserve is voor opvang van eventualiteiten. Dat maakt het voor financiën moeilijk om als er eventuele zaken komen die onvoorzien waren, dat we die moeilijk kunnen betalen. En die komen ook. We hebben dit jaar bijvoorbeeld tussen de eerste en de zesde maand van dit jaar, in de eerste zes maanden van dit jaar, hebben we minimaal $60 miljoen aan onvoorziene uitgaven gedaan. Kosten die erbij kwamen, verliezen van de SLM, steun aan de SLM, projecten die uitgevoerd werden die niet betaald waren. $60 miljoen. Dat is veel geld. En dat is, als je dat omrekent, bijna 2 miljard SRD die onvoorzien in de eerste zes maanden uitgegeven zijn moeten worden. Twee is, aan gezondheidskosten hadden we begroot dat we ongeveer 100 miljoen dit jaar extra per maand, 100 miljoen per maand extra zouden betalen. Dat bedrag is niet 100 miljoen per maand, dat bedrag is 240 miljoen per maand extra aan gezondheidskosten. En dat betekent dat wat we gereserveerd hadden voor extra voorzieningen voor de gezondheidszorg al lang op is. En dat we nu geld moeten zoeken om dat te blijven financieren, want die kosten blijven komen. De loonkosten van verschillende ministeries, de lonen en salarissen en de toelagen van verschillende ministeries zijn op dit moment voor het hele jaar op. En dat betekent dat we ook daar niet uit gaan komen. En dat dus dat daar toch heel serieus veel beter met die begroting gewerkt moet worden. Het is niet zo dat, dat wij ergens uit de kluis à la Dol uit geheime fondsen geld hebben om al dit soort dingen te kunnen betalen. Er is voor verschillende diensten, onder andere vuilophaal en verwerking, zijn de kosten zoveel meer geworden dat ook op dit moment voor vuilophaal en verwerking de begroting op is. En dat er extra geld in moet komen. Wij merken dat de subsidies die afgebouwd zijn bij de EBS niet tot bijna niet leiden tot de vermindering van de subsidies aan de EBS. Dat is een ernstige zaak. Het is zeer, zeer ernstig dat die begrotingskosten niet teruggaan. Er zijn verder achterstallige betalingen die nog steeds betaald worden. En dat maakt dus dat, hoewel het erop lijkt, alles gaat zijn gangetje, het komt allemaal. Dat betekent niet dat wij achterover kunnen leunen en kunnen rusten en zeggen van, ja, het is prima, we zijn er helemaal uit. Er moet gewoon veel meer en collectief moeten er inspanningen gepleegd worden bij het overheidsapparaat, maar zeker ook bij de staatsbedrijven, om zuinig om te gaan met geld, te bezuinigen. Het is niet alleen de taak van het ministerie van Financiën om geld binnen te halen. Het is de taak van alle diensten en bedrijven, staatsbedrijven, diensten bij de overheid die dat kunnen, om geld binnen te halen. En het is onze taak om ervoor te zorgen dat we zuinig omgaan met kosten bij de ambtenarij, met aantrekken van mensen, met al die toelagen. De regering is op dit moment bezig om te praten met bonden en wil uiterlijk eind deze maand overeenstemming bereiken met de overheidsbonden. Dat zal ook lukken. Dat zal betekenen dat het prijskaartje voor lonen en salarissen weer een keer omhoog zal gaan. De boodschap is, laten we doen wat haalbaar is en laten we daar voorzichtig mee omgaan. Ik denk dat ik daarmee beide kanten van het verhaal verteld heb. Zowel de hele positieve kant, het gaat de goede kant op. Er zijn ook uitdagingen en het blijven doorgaan op het goede traject betekent dat we uiterst voorzichtig moeten zijn. We zijn er nog niet. De maatregelen die we getroffen hebben moeten ook daadwerkelijk consistent blijven uitvoeren. Het heeft geen zin om de ene keer het ambtenarenbestand goed te screenen
en te verlagen en de volgende maand daar weer mensen op te voeren. Het heeft geen zin om besluiten te nemen voor het terugbrengen van de subsidies en ze geven aan de mensen die dat werkelijk nodig hebben en die resultaten komen niet tot stand. Dus de uitvoering van die maatregelen moet daadwerkelijk beter. Dan, ik denk dat ik bij, het hierbij laat voor wat betreft de introductie. Dank u wel, minister. Voordat wij verder gaan met de vragenronde, willen wij u beleefd vragen dat u uw naam doorgeeft en Mediahuis kenbaar maakt. Alsjeblieft. Goedenavond, Amanda Palis, KNews. Minister, u heeft aangegeven dus dat... Er zijn zoveel vragen hiervoor. Oké, laten we hiermee beginnen. U heeft aangegeven dus dat de overheid gesprekken heeft met de vakbonden over, over de loonsverhogingen. En u heeft ook aangegeven dus dat de lonen van de ministeries eigenlijk al op zijn voor dit jaar. Hoe gaat u dat rijmen? Hoe gaat u dat laten rijmen en waar gaat u dat geld vandaan halen? Daarop volgend ook meteen... u heeft ook aangegeven dus dat de subsidies... Het afbouwen van de subsidies voor elektriciteit niet de gewenste resultaten oplevert, want die zijn dus niet verminderde uitgaven als zodanig, zodat, zoals jullie hadden gehoopt. Gaat de regering door met het blijven verlenen van de minimale subsidies die zij dus nu aan het uitgeven zijn? Hebben jullie daarover gesproken? Sorry hoor, kunnen we het misschien houden op twee vragen en de minister de gelegenheid geven om in te gaan daarop? Oké. Ja, dankjewel Amanda. De lonen en salarissen betalen. We moeten er echt zuinig mee omgaan. Met lonen en salarissen en met de toelagen. En zuinig mee omgaan betekent ook eerlijk ermee omgaan. Als je recht hebt op toelagen, moet je dat krijgen. Als je er geen recht op hebt, moet je er geen misbruik van maken. En het heeft geen zin om vanuit posities slecht gedrag goed te praten met uitspraken als... Ja, maar mik de maar rok op chinso money. Het is niet rok op chinso money, na furi e furu. If you make 20 over uur, dan maak je boek 100, je furu. En op chinso money rok, je furu. Je furu van volk. Dus dat ding moet niet gebeuren, dat ding moet ophouden. Waardoor we... En dat geldt ook voor de mensen die in het ambtenarenbestand zitten... En die opgeroepen worden om te werken en die zeggen ja, ik wil werken. En die worden opgeroepen, oké, kom maar. En dat vervolgens niet verschijnen. Maar waarbij de lonen doorbetaald moeten worden. En dat zijn zaken die we serieuzer moeten aanpakken. Dat is niet alleen een aangelegenheid van financiën. Financiën eigenlijk kan dat niet doen. We moeten dat met 17 ministeries, moeten we dat samen oppakken. Wie salaris moet ontvangen, moet dat ook echt krijgen, wie zich inzet. Wie daar geen recht op heeft, is niet Tjepoti. Het is nou een voerman. We moeten daar een keer mee ophouden. Want wat is de consequentie? Wat is het gevolg als je dat blijft doordoen? Ja, wij gaan... En ik verbind dat aan de tweede vraag die je stelt, Amanda. Je zult de lonen en salarissen moeten door blijven betalen. Wij gaan de ministeries blijven zeggen... Zuinig omgaan en proberen om het binnen het budget te houden. Binnen je maandbudget te houden. Maar als het dat uit de hand loopt en je moet het blijven betalen. Betekent dat het ergens anders gaat knippen? Dan betekent het dat je gaat horen van er is geen brandstof. Je gaat horen ik kan mijn investering niet plegen. Want het geld gaat ergens vandaan moeten komen. Dus het gaat ergens geknipt moeten worden. Het is dus van belang dat het niet... Een deel van de regering is, of de regering, het is niet zo dat een klein deel van het volk moet zorgen voor de eerlijkheid van het geheel. Wij moeten met z'n allen ervoor zorgen dat we een eerlijk land zijn. Wie recht heeft op salaris en daarvoor werkt, moet dat salaris krijgen. Wie er geen recht op heeft, moet niet stelen. Dank u wel, minister. U kunt verder gaan met het stellen van uw... De subsidiesamenda...
de subsidies aan de armste mensen bij EBS, die subsidies gaan onverkort door. Dat is een toezegging die hard en heilig gedaan is naar de lage inkomensgroepen. Dus de groepen tot 900, dat is inclusief de middenklasse, die subsidies gaan door. Die van de hogere klasses, die zijn afgebouwd. En ook daar wordt naar gekeken, wat zijn de consequenties daarvan? Loopt het zoals het zou moeten lopen? Daar wordt over gepraat. Ik heb morgen hele intensieve gesprekken met EBS hierover. Ik heb vandaag een behoorlijk gesprek gehad met Staatsolie hierover. Wij praten deze week nog verder om ervoor te zorgen dat de kosten in de hand gehouden worden. Dat wat afgesproken is ook nagekomen wordt en dat de inkomsten verbeterd worden. Er worden van alle kanten uit ook kritieken geleverd. Ook een van de kanttekeningen van IMF, als ik het goed heb, is om behalve de kosten terug te brengen van de staat, te werken aan de inkomsten van de staat en die te blijven verhogen. U heeft dus, als ik het goed heb, in een interview met EBC gesproken over corruptie, vooral bij bedrijven die importeren. En dat is een van de grootste posten waar de overheid zou kunnen verdienen, onder andere de belastingen. Hoe staat het daarmee om daar dus de corruptie aan te pakken? En als wij uiteindelijk de nodige maatregelen kunnen treffen, hoeveel kunnen we misschien op maandbasis binnenhalen als we dat goed regelen? Dankjewel, Amanda. We hebben versterking nodig bij belasting en douane. We hebben versterking nodig met eerlijke mensen die ons helpen om het systeem sterker te maken en achter dit soort situaties aan te gaan. Laat me je dus wat cijfers geven van 2023. Laat me je eerst cijfers geven van 2022. In 2022 hebben we bij de douane aan belastingen, bij de invoer van goederen, hadden we inkomsten, totaal aan belastinginkomsten, bijna 5 miljard. En we hadden aan vrijstellingen gegeven 5,3 miljard. Dus we hadden meer vrijstellingen gegeven dan we inkomsten hadden. Het is niet zo dat we per saldo geld hebben weggegeven, maar als we nul vrijstelling hadden gegeven, hadden we 10,3 miljard. We hebben van die 10,3 miljard hebben we 5,3 miljard weggegeven aan het bedrijfsleven. En daarom zeg ik, als je 5,3 miljard op jaarbasis geeft aan het bedrijfsleven, zou dit land toch vol moeten zitten met bedrijven en ondernemerschap en productie. En zouden die prijzen toch omlaag moeten. Dit is 2022. Geef je de cijfers van 2023. 2023. We hebben totaal aan belastingopbrengsten gehad 7,2 miljard. Dus aan belasting van invoer, hè? Invoerrechten. 7,2 miljard. En wat hebben we weggegeven aan vrijstellingen? 6,7 miljard. 6,7 miljard aan vrijstellingen. En daarin zitten invoerrechten en vrijstellingen. Vrijstellingen hier, vrijstellingen daar. Aan vrijstellingen op basis van het grondstoffenbesluit 1,2 miljard. Weet je wat we hebben afgebouwd waar zoveel herrie om ontstaan is? 50 miljoen. Die herrie die ontstaan is, 50 miljoen. Niemand praat over 6,7 miljard wat we weggeven. Men maakt een hoop lawaai had ik bijna gezegd. Men maakt een hoop stennis om 50 miljoen. Want 50 miljoen vrijstellingen conform artikel 39 voor bedrijfsmiddelen. 50.129.000 en dat is over 2023. Dan zou ik zeggen, maar natuurlijk willen we dat ook geven, omdat in die 50 miljoen, daar zitten vooral kleinere en middenbedrijven in. Natuurlijk willen we ze helpen. Natuurlijk willen we helpen. Maar het moet ook daadwerkelijk effectief zijn. En dus hier inkomsten. Ja, dus dit met het verminderen van corruptie. Er zijn plannen om te kijken naar alle schoeners die binnenkomen. Die komen altijd met goederen binnen en de opgave daarvan is niet altijd even goed. Er zijn pakkettendiensten waarbij
niet alleen de gewone burgers die van familie een pakket krijgen uit Europa. Overigens ook Europa. Mensen in Europa hebben het moeilijk tegenwoordig. Hou rekening met je familieleden in Europa. Maar in al die pakkettenloodsen zitten niet alleen gewoon spullen om huishoudens te helpen. Maar steeds meer bedrijven gaan over om op die manier nagenoeg belastingvrij goederen binnen te halen. Daar wordt aan gewerkt om dat aan te pakken zodat er meer inkomsten komen. BTW scoren we op de lijn en misschien zelfs een beetje beter dan wat de norm is. Maar het kan beter en het moet beter. De grote post waar we geld missen zijn de niet-belastinginkomsten. Er vliegen vliegtuigen elke dag boven ons land. Die moeten rechten betalen. Die rechten worden al jaren niet betaald en worden al jaren niet gefactureerd en niet opgehaald. Onze inschatting voor dit jaar is dat het ongeveer 15 miljoen, dus tussen de 4 en de 600 miljoen SRD, 15 miljoen US dollar, tussen de 4 en de 600 miljoen SRD moet binnenhalen. Er is nog weinig van binnengehaald. Als dat binnenkomt, zijn we flink geholpen. Het binnenhalen van, het indammen van de smokkel van goud via de grenzen is gisteren nog bij de behandeling van de deviezenwet in de assemblee besproken. We moeten kijken hoe we daar op een praktische manier dat kunnen indammen, zodat ook die inkomsten binnenkomen. Hoe verbeteren we ons land? Dus we zijn op de goede weg. Een heleboel goede maatregelen zijn getroffen. Welke moeten we nu nog treffen? Twee hele fundamentele. Verhoog je inkomsten, dus kapstokken. Verhoog je inkomsten. Kijk naar je belastingmiddelen. Kijk naar je niet-belastingmiddelen. Bij de belastingmiddelen hebben we directe belastingen. Belastingen op je inkomsten. Daar hebben we die belastingen verlaagd. De belastingdruk op inkomsten is verlaagd. De belastingdruk op niet-inkomsten is verhoogd. BTW, op consumptie, op vermogen, die belastingen zijn omhoog gegaan. En je ziet voor het eerst dat de druk ook daadwerkelijk verschoven is. Je ziet dat de indirecte belastingen nu hoger aan het worden zijn dan de directe belastingen. Dus de verschuiving van de druk van de loontrekkers naar de mensen die consumeren, dat die verschuiving vindt nu plaats en dat is een hele goede zaak. Daarbij is ook goed om te vermelden dat bij het oude systeem van de omzetbelasting er ongeveer 1500 bedrijven waren die zich geregistreerd hadden. Bij de BTW waren binnen het eerste jaar waren er al 4.500 bedrijven die zich geregistreerd hebben en die mee willen doen. En wat de Belastingdienst me nu rapporteert, is dat Chinese winkeliers en handelaren met bussen komen om zich te registreren. Dus het werkt. Het duurt even, maar het werkt. We moeten doorgaan. We moeten niet verslappen. We moeten doorgaan. Waar we tekort schieten zijn dus de niet-belastingmiddelen. De goudsector, overigens, de goudsector doet vaak, met name de kleinmijnbouw, doet vaak hun verplichtingen goed nakomen naar de overheid. Laten we dat ook zeggen. Hout, visserij doet wel. Hout moet inkomsten binnenhalen. Onze staatsbedrijven moeten zorgen dat ze niet elke dag op de stoep van de regering staan om subsidies. Die staatsbedrijven zijn er om beleid uit te voeren en die moeten helpen om dat beleid ook goed uitgevoerd te krijgen binnen de grenzen van wat redelijk en eerlijk is. En daarbij moet ik gelijk zeggen dat wij bij sommige staatsbedrijven natuurlijk ook zeggen van om dat beleid te voeren vragen we dat de tarieven niet uit de hand lopen. De ziekenzorg is zoiets, EBS is zoiets, dat we zeggen van wij willen invloed, de regering wil invloed op die tarieven. Nou, dan zeggen die bedrijven, oké, maar dat heeft een kostenplaatje. Dat is waar, dat je dus die staatsbedrijven ook zegt van ja, ik begrijp dat je dus subsidiebehoeftig bent, maar het kan niet zo zijn dat directies en RVC's, met name directies van staatsbedrijven, tussen de 4 en de 20.000 dollar per maand per directielid mee naar huis nemen en vervolgens elke week 3 tot 4 keer op de stoep van de regering zitten, omdat de regering die problemen moet oplossen. Dat kan niet. Neem je verantwoordelijkheid of pak je biezen. Maar als je op de post zit, doe het niet alleen om het inkomen, zorg dat je je werk doet.
En zorg dat dit land een beter land wordt. Het is ook jouw verantwoordelijkheid. En het is niet zo dat het alleen de regering is die het allemaal moet doen. Dit zijn wat zaken waarbij ik zeg van... En wij moeten als regering ook wat duidelijker regels treffen. Ook als volk. Van, hey, luister, ik heb geen bezwaar dat je goede salarissen ontvangt. Maar doe je werk. En ik wil niet onvriendelijk zijn naar niemand op staatsbedrijven. Ik wil niet vervelend zijn naar niemand. Maar laat me zeggen, iemand die $6,000 heeft, heeft 5 keer meer dan het salaris van de minister en 3 keer het salaris van de president. Nou, doe dan ook het werk dat daarbij hoort. Dank u wel, minister. Volgende mediahuis. Vishmali Thomas van Suriname Herald. Minister, we zien dat er nog steeds een soort haridruzu situatie is wanneer er gesproken wordt over geld vrijmaken voor onder andere. We hebben net gehoord, eigenlijk er is nu eenzelfde term van ABOP-ministers en VHP-minister, wat een beetje ongewoon is. Maar dat er toch geen geld wordt vrijgemaakt voor de ABOP-ministeries, waaronder criminaliteitbestrijding. Dat heeft de VP vandaag bij het RVM aangehaald. Wanneer we praten over, we zien gisteren is de aanname geweest van de wijziging van aanname van de divisiewet. We weten dat het ook in het kader is van up-to-date brengen van onze wetgeving en om te voorkomen van een blacklisting. Welke andere wetten moeten nu in place zijn om dat traject eigenlijk te gaan doorlopen wanneer we praten over het financieel gebied? En werken de banken ook mee? En hoe ziet hun betrokkenheid? Wat is hun betrokkenheid in het hele traject? Dank u wel, Bishmohani. Er is inderdaad wat misverstand over geld vrijmaken. Maken we het alleen vrij voor ABOP-ministers of alleen voor VHP-ministers? En af en toe zijn er vonken. En ik moet zeggen, laat me dit zeggen. En iedereen in de RVM weet dat. Dat ik naar de vicepresident met heel veel respect omga. Hij is de vicepresident van het land. Wat mensen ook van hem zeggen en denken, ik heb groot respect voor de vicepresident. Ik heb ook begrepen dat de vicepresident, ik weet dat hij hier en daar wat ontevredenheid uit. Voor een deel denk ik, voor een deel is dat begrijpelijk. En het is niet alleen de vicepresident. Ik heb dit ook een paar keer verteld. Voor een deel is dat niet alleen de vicepresident. Voor een deel is dat de president die af en toe zegt, minister, aandacht. Hier, ik krijg een noodsignaal van een ziekenhuis. Ik krijg een noodsignaal van het Hof van Justitie. Soms het Hof van Justitie zelf. Vandaag nog zegt de voorzitter DNA, minister, ik heb je een brief gestuurd. Let je erop. En dus Die situatie geldt voor iedereen. Ik zal niet vertellen dat hoe minister Onderwijs, VHP-minister, hoe minister Volksgezondheid, minister LVV, OW, hoe de VHP-ministers vaker het gevoel hebben dat ze in gedrang komen. Wij hebben een beperkte hoeveelheid geld. Die hoeveelheid moet meer worden en die hoeveelheid moet zuinig besteed worden. En dan maken we het makkelijker voor ons allen. Als het alleen de minister van Financiën is die het allemaal bij elkaar moet halen. En de anderen zeggen van ja, maar make them maar ook op Chinzo Money. Geef ze maar koerscorrecties terwijl die koersen omlaag gaan. En je staat mensen toe om koerscorrecties omhoog te doen in deze situatie. Helpt het niet. En dan krijg je schaarste. Er is wat eigenlijk is... Een deel van het probleem is dus ook het succes van die regering, namelijk dat je ziet dat de moeilijke maatregelen, die zijn erdoor en iedereen wil nu in de fase van investeringen. Iedereen wil nu besteden, investeren. En dus er komt een hele grote druk op, op geld, behoefte om geld, maar het moet er eerst zijn. En dus je moet het heel voorzichtig doen.
Dus wordt het gegeven aan ABAP-ministeries of aan VHP-ministeries. Het wordt gegeven aan ministeries van Suriname en het wordt gegeven aan het volk van Suriname. En ik ben ervan overtuigd dat de president en de vicepresident en alle collega-ministers gewoon elk probeert om het beste te doen wat in het belang is van het volk. De een voor gezondheidszorg, de ander voor agrarische ontwikkeling, de derde voor veiligheid. En ik heb hulp nodig dat zij ons helpen dat het geld dat beschikbaar gesteld wordt, dat daar zuinig mee omgegaan wordt. Omdat inderdaad af en toe we horen brandstof is schaars. Maar dat is niet alleen schaars bij de politie soms, dat is ook schaars bij Defensie. Alleen niet iedereen hoort het. Ik hoor het. Ik krijg een app van de minister van Defensie. Die zegt van minister, wij komen in gedrang. Er is een noodsituatie in het binnenland. Of er is een ernstige situatie waar wij middelen voor nodig hebben. Ik hoor dat. Ik hoor van mijn minister van Volksgezondheid. Soms van de ziekenhuizen rechtstreeks. Van wij komen in gedrang. Ik hoor van de voorzitter van de assemblee, maar ik hoor ook van de PG of van de president van het Hof van Justitie. Minister, wil je opletten, we hebben een bepaalde situatie waarbij we de middelen dringend nodig hebben. Dus laat me zeggen, mijn werk is niet moeilijk in die zin van het is heel complex, ik moet er heel veel over nadenken. Het is niet moeilijk, maar het is wel iedere keer voorzichtig omgaan met wat je hebt. Laat me ook dit zeggen. Ik vertel een geheim, maar het is een goed geheim. Ik heb zowel met de president als met de vicepresident apart gepraat. Ik praat af en toe één op één met de president. En ik heb aan de president gezegd, president, het zou wat deze coalitie tot stand gebracht heeft is door geen enkele andere coalitie tot stand gebracht. De wijziging van het kiesstelsel, de anti-money laundering agenda die afgedraaid wordt om ons land weer helemaal netjes en schoon te krijgen, het IMF-traject, de omvorming van de belastingen zodat ze rechtvaardiger worden, het versterken van het sociaal programma. Dit zijn dingen die elke regering zegt die deze regering gedaan heeft. En laat me zeggen, het is niet dat ik zeg van Raghu Barsin klopt zich op de borst. Ook toen ik er nieuw was, werden deze zaken voorbereid. Ook toen ik niet als minister aanzat, werden ze voorbereid. En dus, ik heb hetzelfde aan de VP gezegd. Wat er ook mag zijn aan kissen en misverstand onderling tussen de partijen, laat het niet door wantrouwen ten onder gaan. Want wat gedaan is voor het volk van Suriname nu is fundamenteel en het is niet eerder gepresteerd geworden. Dus wat je ook gaat doen na de verkiezingen, zorg dat je bij elkaar blijft en zorg dat we dit bij elkaar houden. Zorg dat wij het blijven doen. Niet in belang van onszelf, in belang van Suriname. In belang van al die mensen die op onze partijen gestemd hebben en die hoop en vertrouwen hebben gehad. En die ook zien dat het waar aan het worden is. Dus ik denk, laten we inderdaad af en toe die vonken zien en aanhoren. Maar er is geen reden om te denken dat er sommige ministeries wel en andere niet geholpen worden. Laat me even aan de tweede vraag van Wijsmohani ook beantwoorden. Het was aansluitend op wat u heeft aangehaald, de uitspraken van de vicepresident, dus dat hij heeft aangegeven, omdat er geen geld wordt vrijgemaakt, dat nu sprake is van verroeiing van criminaliteit in het binnenland en dat er geen investeringen worden gedaan in het binnenland. Wat vindt u van die uitspraken? Er is binnen de regering afgesproken dat de veiligheid de hoogste prioriteit heeft en dat voorrang gegeven wordt aan betalingen voor criminaliteitsbestrijding. Dat geldt zowel voor justitie en politie als voor defensie. En die richtlijnen komen zowel vanuit... Er zijn een paar prioriteitsgebieden geïdentificeerd. Eén daarvan is veiligheid, maar de andere was... En we zijn het bijna vergeten dat het in het binnenland niet geregend had. Dat het in Nigeria niet geregend had. Dat er noodsituaties ontstonden en dat er water en voedsel
gevlogen moest worden naar het binnenland. Nou, dat, voor dat soort situaties was gezegd, minister Financiën, geef prioriteit aan dat soort bestedingen. Dat wordt ook gedaan, maar ook daar je moet er voorzichtig mee omgaan. Het is niet zo dat als we het budget hebben gemaakt, dat het in één keer beschikbaar is. Het komt bij delen beschikbaar. We zijn in de maand juli. Vakantiegeld moet betaald worden deze maand. Twee keer salarissen, 1,8 miljard. Alleen aan lonen en salarissen, 1,8 miljard deze maand. Reken erop dat mijn medewerkers gewoon dag en nacht zitten te sparen en te rekenen van oké, hebben we voldoende, wat kunnen we nog betalen? Dus dat is een beetje de manier waarop dat gaat. Er was nog een tweede vraag van Wishmohani over de wetten. Die deviezenwet is gedaan. Welke andere wetten? De hele belangrijke wet die heel snel op de agenda moet komen is de aanbestedingswet. En wij vandaag is met president en VP ook gepraat over en met voorzitter DNA en in een team tussen regering en DNA over de hele agenda met wetgeving die er nog ligt. Het is een hele lijvige agenda. En het ministerie van Financiën en Planning heeft een 14-tal wetten die prioriteit zijn. En daartussen zitten heel veel wetten die te maken hebben met anti-money laundering. En daar moeten we dus echt de prioriteit in stellen. De president heeft in de regeringsraadsvergadering daarnet vlak voor en tussen de voetbalwedstrijd door, heeft hij aangegeven, luister, wij moeten zo gauw mogelijk de prioriteit geven, zodat het parlement ook geholpen is met wat heeft voor de regering voorrang, wat is van belang. Wij willen niet onze anti-money laundering agenda willen we niet in gevaar brengen. We willen daar dat goed op schema hebben. We willen de aanbestedingswet goed op schema hebben. Dus dat heeft helemaal de aandacht van de regering. Dank u wel, minister. U kunt verder gaan stellen van uw vragen. Minister, om terug te komen een beetje op BTW. Op een gegeven moment gaan, u heeft het ook eerder aangehaald bij de vorige persconferentie, dat eigenlijk alle bedrijven BTW-plichtig gaan moeten zijn, toch? Jullie willen gaan naar dat traject. En binnen hoeveel tijd willen jullie dat voor elkaar krijgen? Kijk, zo gauw als mogelijk. Alleen, ik kan niet aangeven dat ik zou wensen. Het liefst alle bedrijven natuurlijk. Het zijn niet de bedrijven die BTW-plichtig zijn. Die zijn inhoudingsplichtig, die moeten het overdragen. De BTW is een belasting die een consumentenbelasting is. Dus de consument betaalt het, niet het bedrijf. Het bedrijf houdt het in en moet het afdragen. Dus, maar die bedrijven werken zo mee en zijn onderdeel van het bestuurlijk systeem. In feite is het een hele eervolle functie voor bedrijven om mee te werken met de regering, zodat de inkomsten binnenkomen. En dat. Zit het in het goede traject? Ja. Wij hebben kort geleden, eind vorige maand, advies gekregen van de commissie BTW. En die commissie zaten vertegenwoordigers van zaten mensen die met bedrijfslevenervaring, met vakbondservaring en vanuit de Belastingdienst. En dus die helpen ook. En je ziet dat met die adviezen, dat voorbeeld wat ik gaf, dat groepen van Chinese ondernemers nu met bussen naar de Belastingdienst komen en zeggen oké, wij komen om te registreren. Wij willen meedoen, wij begrijpen het, wij willen meedoen in die verplichting naar de staat en naar de gemeenschap toe. Wij juichen dat toe. Wij hebben de vrijstelling van bedrijven met 1 miljoen omzet. Dat is inmiddels duidelijk dat zo'n lage omzet is, dat die vrijstelling, dat het alleen maar iemand die alleen chips verkoopt, misschien die omzet zou halen, maar dat elk ander klein, hoe klein ook die bedrijven zijn, dat die meer dan 1 miljoen halen. Dus al die bedrijven gaan aangeschreven worden, die gaan meedraaien in het systeem. Dus er wordt wel voortdurend gewerkt om zoveel mogelijk bedrijven in het systeem te krijgen en dat werkt. We gaan langzaam maar zeker ook toe naar het systeem van het heffen van boetes. Dat bedrijven die niet meewerken en die opgeroepen zijn zich te registreren en dat niet doen binnen een bepaalde termijn, dat daar
ook sancties op zullen komen. Ik heb het gevoel dat dat niet hoeft. Ik denk dat onze bedrijven gewoon echt, zoals in de tijd bij de invoering van het self-assessment systeem, zoals bij de invoering van BTW, we praten een heleboel, we maken een heleboel jugu-jugu eromheen. Als puntje bij paaltje komt, weet iedereen wat hij moet doen. Ik geloof dat dat hier ook echt gaat gebeuren. In dat kader, waar heeft de overheid voor gekozen om niet alle bedrijven BTW-plichtig te maken, dat ze het afdragen? Want als je het niet verplicht stelt, dan ga je toch nog steeds de situatie hebben. Ja, maar krijg ik wel 1 miljoen of niet? Ja. Als inkomsten. Ja. En een tweede vraag heeft betrekking op. Tijdens de behandeling is een voorstel gedaan om onze reserves in goud eigenlijk op te slaan. En u zei, u gaat ernaar kijken. En hoeveel tijd moet dat voor elkaar krijgen? Want u gaat met de centrale bank hierover moeten praten zitten. En is er een bepaald traject dat je gaat zeggen, we gaan nu onze reserves in goud staven transformeren? Ja, dankjewel. Waarom niet alle bedrijven in één keer in het BTW-stelsel opgenomen? Het was een fasering waarmee we geprobeerd hebben. En die fasering die blijkt dat die fasering misschien niet nodig was geweest. Maar het werd gefaseerd ingevoerd zodat je niet alles in één keer hoeft te doen. Dat zou ook niet lukken. Dus nu, langzaam maar zeker, wordt het opgebouwd. En zie je het groeien, ook bij het ondernemerschap. Je hoort vorig jaar tegen deze tijd hoor je nog een heleboel vragen, onzekerheden, onduidelijkheden. Hoe gaat het werken? En vandaag de dag praat niemand er meer over. Het is bijna een gepasseerd station als thema, BTW. Dus in dat opzicht complimenten aan de Surinaamse bevolking, complimenten aan het Surinaamse ondernemerschap voor al die mensen die hierin meewerken. Het tweede is de reserves van de centrale bank in goud opslaan. Er is een beetje technische discussie hoor, van landen die heel vroeger hadden alle landen een gouden standaard. Alle landen hadden hun reserves in goud. En later is de wereld overgegaan op een papieren standaard. En is men vreemde valuta ook als reserves gaan beschouwen. Ik ben klassiek. Ik ben traditioneel. Gima gotu. Sorgutaka gotu drape. Het was er. Er is nog een beetje over. Een deel is verkocht. En het is toen omgezet in vreemde valuta. Het kan dat soms landen zeggen van, de internationale condities zijn zo stabiel en de goudprijs is zo laag dat ik beter het aanhoud in vreemde valuta, want dat is makkelijker om te beleggen. Dan kan ik er geld mee verdienen. Dus er kunnen redenen zijn waarom centrale banken zeggen van, ik hou het niet in goud aan, ik hou het in vreemde valuta aan, want dat kan ik beleggen. Goud is moeilijker te beleggen. Maar nu met de stijgende prijs van goud zou het heel slim geweest zijn als we een heleboel goud hadden in de kluizen. Want met dat goud hadden we kunnen handelen. Dat voorstel is gedaan in de assemblee. Van, kun je niet kijken of je er niet weer meer in goud gaat opslaan als reserves. En ik denk dat een goed voorstel is. Het is niet primair voor de minister van Financiën om dat te doen. Het is iets voor de centrale bank als beleid. Maar ik zal dat beslist bespreken met de governor van de centrale bank. Van, kijk hier ook naar. Want ik verwacht dat de instabiliteit in de wereld niet over 2-3 maanden helemaal weg is. Ik weet niet of die oorlogen over 2-3 maanden weg zijn. Ik weet niet of al die instabiliteit met klimaat over 2-3 maanden weg is. En in die instabiele situaties hebben goudprijzen de neiging om te stijgen. Mijn verwachting is, maar ik ben amateur, ik ben geen deskundige op dit gebied. Ik verwacht dus dat de goudprijzen zullen blijven stijgen. En dus is het de moeite waard om te overwegen? Is het misschien niet nuttig om een deel van onze valutareserve om te zetten in goud? Dus dat thema ga ik zeker met de governor bespreken. Maar het is zijn besluit. Hij is de autoriteit voor wat betreft de centrale bank. Dank u wel, minister. En tenslotte kijk ik naar de aanwezige journalisten als er behoefte is voor een laatste vragenronde. Alsjeblieft.
Oké, minister Agumbersing, u heeft dus gesproken over een voorzichtige stabiliteit die we nu hebben. We zien dus dat de koersen droppen. Maar vele mensen geven nog aan van ja, de koersen droppen, maar de prijzen in de winkels niet. Hoe kunnen we dat eigenlijk verklaren aan de samenleving, dat dat gebeurt, zo'n fenomeen? De vicepresident had ook gesproken over investeringen in het binnenland die niet gebeuren. Maar ik weet wel dat er bepaalde investeringen zijn gedaan in het binnenland door de regering, toch? Misschien zou u even daarop kort kunnen ingaan. En u sprak ook over onze reservefonds, die is uitgegeven. Onder andere aan steun en verliezen van de SLM. We zien weer dus dat SLM een beetje aan het hakkelen is met het uitvoeren van bepaalde vluchten. Is er al gesproken binnen als regering, als grootste stakeholder of ja, aandeelhouder van de SLM, wat er nou gaat gebeuren en als dit nog zinvol is om het bedrijf te blijven draaien? Drie vragen. De koersen dalen, waarom de prijzen niet? Sommige prijzen zijn gedaald. Brandstof is gedaald. Ik zag dat soft naar 90 gulden was, maar dat was al een tijdje geleden, maar het is nu 90 gulden voor 2 liter. En toen was het voor 1,5 liter, dus eigenlijk is de prijs van soft ook gedaald. Aardappelen en uien zijn van rondom 85 tot 90 zijn naar 30. Dus sommige goederen zijn in prijs verlaagd. Ik zag bepaalde bedrijven, ik zag HSDS geloof ik en Shunks met de koers hele mooie acties voeren. Er was nog een bedrijf waarvan ik de naam even kwijt ben. Een paar supermarkten doen dat. Ik denk dat meer moet gebeuren. Ik heb 2 mensen gesproken over gebeurt. Gaan die prijzen omlaag? En ik zei inderdaad, prijzen gaan omlaag. Sommige, zeker de basisgoederen gaan omlaag. En ik vroeg aan minister Economische Zaken een paar dagen geleden in de Assemblee, gaan ook de andere prijzen omlaag? Want niet alleen de basisgoederen moeten omlaag, gaan ook alle andere prijzen. Want de koersen gaan omlaag. De brandstofprijzen zijn fors omlaag gegaan. De dieselkosten op een gegeven ogenblik boven de 50 SRD. Hij is vandaag onder de 40. Dus als je zegt van je ondernemerschap moet het van diesel hebben, die prijs moet fors omlaag gaan, alleen maar op grond van die brandstofprijs. De koers is ooit 38 geweest. Die koers is vandaag 29,75. En dus ook op grond van die koers moeten die prijzen omlaag gaan. Wat je gaat zien gebeuren als de. En kijk, ik doe twee vragen. Dus ik heb mijn collega van EZ gevraagd en die gaf me het voorbeeld van koffie. Ze zegt, ik heb gezien dat koffie behoorlijk in prijs omlaag gegaan is. Ik heb vanmorgen thuis aan onze hulp. Iemand die ons helpt in de huishouding. Ik zeg, Vanessa, heb jij gezien dat de prijzen omlaag gaan in de winkels? Ze zegt, nee meneer. Dus dat geeft ook een gevoel van dat bij de mensen, bij de gewone mensen, dat het nog niet aankomt. En dat dus voor mij reden is om naar mijn collega van EZ te gaan en zeggen, collega, we moeten toch ernaar kijken om die prijzen zichtbaar moeten worden. Als ondernemers dat niet gaan doen, zul je langzaam maar zeker zien dat andere ondernemers gaan overnemen. Die het wel gaan doen. En degene die het niet doen, die gaan of mee moeten gaan of ze gaan uit de markt gestoten worden. En in dit opzicht moet ik opnieuw de president noemen, die zegt van luister, die prijzen van basisgoederen, wij moeten het zichtbaar maken aan het volk. Ik heb het ondernemerschap gevraagd om mee te werken, die doen dat, maar ik ga daar ook een extra steentje in bijdragen. En hij zegt, ik wil ervoor zorgen dat die basisgoederen beschikbaar zijn tegen hele lage prijzen. En het feit dat die aardappelen, uien, bruine bonen, sardines en dergelijke, dat die allemaal behoorlijk omlaag zijn gegaan, zijn voor een belangrijk deel door werkelijk het initiatief van de president zelf. Maar als het ondernemerschap niet meegaat,
zullen andere ondernemers zullen vroeg of laat het gat in de markt zien en overnemen. Het zou mooi zijn als onze ondernemers, en niemand hoeft arm te worden. Iedereen gaat, en die koers is niet 2 weken stabiel, die koers is al meer dan 1 jaar aan het droppen. Die brandstofprijs is niet 2 weken stabiel. Die brandstofprijs is al 1 jaar aan het droppen. Dus het ondernemerschap heeft alle reden om te zeggen van het is niet eventjes asan de boom. Dus je kan zakken de prijs. En you have pina. Je gaat winst blijven maken. Geef een stuk terug aan de bevolking. Dank u wel, minister. Is er nog behoefte? Ah, SLM. Even kijken, je had 3 vragen. Investeringen in het binnenland. Er zijn inderdaad investeringen in het binnenland. En wat met alle anderen gebeurt ook in het binnenland. Soms is het een beetje trekken aan het geld. En soms is dat wat makkelijker, soms is het moeilijker. Soms is het administratief. Dan zit je op stukken te wachten tot ze helemaal in orde zijn. Ik kan niet 5 miljoen Amerikaanse dollar betalen op basis van even stort het geld voor me. Ik moet een contract hebben. Als het contract niet op tafel is, ik moet een factuur hebben. Ik moet een bedrijf hebben dat ik kan controleren. Dat ik kan weten van dat bedrijf bestaat. Soms heb ik nodig uittreksels van Kamer van Koophandel. Zeker als ik aan het buitenland, aan bedrijven in het buitenland betaal. Als die stukken niet komen, als ze niet goed zijn, dan lijkt het soms erop alsof ik niet wil betalen. Maar ja, inderdaad, dan wil ik het niet betalen. Want if mi paya money da minusap sao kong of ano kong minusap suma pa money go minusap sur contract miki da tamara e fon sango fod sa se smo ta kita sa sabe do minister finansie sabe de ne ede ta kama pay 5 million dala en 5 million is nog een laag bedrag wat ik je noem maar die dingen en ik geef je een echt voorbeeld maar die voorbeelden bestaan. Laat me een voorbeeld van gisteren geven. Ik heb 3 weken geleden toegezegd een betaling. Die betaling daarvan moeten de stukken naar ons toe komen. Die stukken komen, maar ze komen in vreemde valuta. Nee, ze moeten in SRD komen. Ze komen in SRD, maar met fouten in het stuk. Met fouten in het stuk. Dus ja, ik kan dat niet doen. Dus dat stuk gaat terug. Nu na 3 weken... kan de betaling plaatsvinden. Voor het binnenland wordt vooral gekeken naar dus de noodvoorzieningen. Maar voor het binnenland geldt vooral investering in onderwijs, in energie, dus met name zonne-energie en in drinkwatervoorziening. En nogmaals, het gaat niet van een leien dakje. Het is niet zo dat automatisch ammonie bogo is beschikbaar. Maar het is niet zo, geen enkele ABAP'er, geen enkele Maron, geen enkele binnenlandbewoner heeft reden om te denken dat binnen dit kabinet dat er met verschillende maten gemeten wordt. Het is niet zo. We zijn allemaal broeders en zusters van elkaar in dit land en wij ondersteunen elkaar. En in dit kabinet, ja, net zoals gebeurt met broeders en zusters, af en toe sanetaki. Je hebt af en toe, zij zitten we niet op dezelfde lijn, klopt. Maar om dan te denken dat Minogi money, terwijl Yama money van no doet. Het is niet zo. Ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar afspreken. Alle goede dingen die we gedaan hebben samen in de coalitie. Dat we dat wantrouwen weghalen. En dat als het er is, laten we vragen stellen aan elkaar. Laten we praten met elkaar. SLM is een van de bedrijven die de identiteit van Suriname bepaalt. Als mensen zeggen SLM, zeggen ze Suriname. Ik kan mij niet voorstellen. Laat me zeggen, ik laat dat zien. Als ik ergens boek en de SLM vliegt er naartoe, boek ik SLM. Altijd. En ik zie de medewerkers op Zanderij en op de luchthaven en in het vliegtuig. Ik zie ze werken. Ik zie ook, ik denk ook dat er moeite gedaan wordt in de leiding van de SLM. Maar ik denk dat er meer gedaan moet worden, dat er meer capaciteit nodig is in de top, in de leiding van de SLM, om dit probleem van de SLM
op te lossen. Ik geloof dat iedereen zich 100% inzet, zeker in de top. Ik heb er het volste vertrouwen in, maar ik denk dat er meer nodig is dan wat aanwezig is. Ik denk dat wij moeten beseffen dat de luchtvaart is een hele concurrerende business is. Waardoor ik begrijp dat het bij de SLM niet makkelijk is. Maar ik denk niet dat de oplossing erin zit dat de regering elke maand 1 tot 1,5 miljoen US dollar beschikbaar stelt aan de SLM. Dat geld is er niet. En ook al was het er, dan nog is het belangrijk om orde op zaken te stellen bij de SLM. En soms ook daar soms de moeilijke maatregelen te treffen. Zorgen dat dat wat gedaan moet worden ook gedaan wordt. Dank u wel, minister. En dan sluiten we af met de laatste mediahuis. Over vliegtuigen gesproken. U heeft eerder aangegeven dat we eigenlijk geld moeten gaan halen bij al die vliegtuigen die over Suriname vliegen en hier landen. En het moet binnen worden gehaald. Hoe moet dat gebeuren? Je kan niet alleen iets zeggen en niet doen. Ja. En al afsluitend, de vakantiegelden moeten uitbetaald worden. Is het geld al bij elkaar gebracht? Is een deel, een kwart? En praat over geld, heeft u ook aangehaald. Er is eigenlijk het geld voor vuilophalen is op. Maar hoe gaat de rest van het jaar betaald worden? Ja, over vliegkosten, daarvan hebben we gepraat met de luchtvaartdienst. Die luchtvaartdienst zei met de minister van TCT, kijk, er zijn wat voorzieningen nodig, kunnen we wat middelen krijgen voor investeringen? Dat is gedaan, die investeringen zijn gedaan en de luchtvaartdienst zegt nu, die facturen moeten de deur uitgaan. We hebben een week of 2-3 geleden een heel goed gesprek gehad met de minister TCT, collega TCT en de luchtvaartdienst om deze zaak onmiddellijk op te starten zodat die gelden binnenkomen. De luchtvaartdienst heeft meegedeeld dat ze volledige medewerking gaan verlenen om dit ook echt te realiseren. Ze moeten dat ook doen, niet alleen de luchtvaartdienst, ook SBB met de inkomsten uit hout. Het is niet de bedoeling dat alle inkomsten uit hout opgemaakt worden binnen SBB. Volgens mij is er ooit een afspraak gemaakt dat er een verdeling is over de inkomsten. Een deel voor de exploitatie van SBB, een deel naar de staatskas. Dat moet ook echt uitgevoerd worden. Wij zijn aan het kijken naar het binnenhalen van al die additionele niet-belastingmiddelen die binnen moeten komen. We hebben daarbij, ik herhaal, de hulp nodig van alle collega-ministers. Ik heb aan een paar collega-ministers zelfs gezegd dat het goed gebruik is dat als jij zorgt voor bijvoorbeeld 10 miljoen inkomsten en je haalt ze niet binnen, dat in veel landen wordt het van je begroting geknipt. Want je hebt de verantwoordelijkheid om het ook binnen te halen. Zover gaan we niet. Het is niet zo dat we zeggen van oké, ik knip het van je begroting. Maar we moeten wel elkaar helpen. Ik heb de hulp van mijn collega-ministers nodig, van NH, van TCT, van LVV doet, om ook al die niet-belastingmiddelen om die te realiseren. Van GBB, daar ook daar, de president zelf persoonlijk is daar komt met voorstellen. Voor wat betreft de goudsector is de vicepresident heeft een heleboel goede voorstellen gedaan, maar minister Financiën en Planning alleen met zijn staf heeft hulp nodig van zijn collega-ministeries. Vakantiegeld en hoe gaan we dat bij elkaar halen? Wij verzamelen dat. Elke maand wordt er gespaard, zodat aan het eind van de maand op tijd betaald kan worden. En zo ook voor de vakantiemaand, dat je zegt oké, zorgen dat het binnengehaald wordt, dat het gespaard wordt en dat je het op tijd kan betalen. Dat gaat lukken, dat is altijd gelukt. Er is geen reden om te denken dat deze keer niet gaat lukken. Als de vuilophaal en verwerking, als het budget op is, hoe gaan we dat doen met de rest? Dat betekent dat we gaan praten met collega openbare werken van zuiniger omgaan, rantsoeneren,
zorgen dat, dat waar bespaard kan worden, bespaard gaat worden. Maar je gaat moeten blijven betalen. Dat betekent dat het ergens anders geknipt gaat worden. There is no other way. Of we moeten de inkomsten verhogen. Twee manieren. Je verhoogt je inkomsten zodat je de extra betalingen kan doen. Of je gaat bezuinigen. Beide zijn bespreekbaar.